Dames en heren, ik vraag u 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het bombardement op de wijk Bezuidenhout op 3 maart 1945. Duizenden mensen in één klap dakloos. Het gebeurt op die ene ochtend vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog. En ook al is het bombardement alweer 73 jaar geleden, het wordt elk jaar weer herdacht. De burgemeester van Den Haag legt de eerste krans. Het was een hele bijzondere ramp. Omdat het was zo dat de Engelsen eigenlijk iets anders wilden bombarderen en niet Bezuidenhout. Het is daarom ook een vergissingsbombardement. Maar vergissingsbombardement of niet, de bommen vallen net zo hard naar beneden. En of ze vallen, heel Bezuidenhout wordt met de grond gelijk gemaakt. Het bombardement slaat een gat in de stad. Ruim 500 mensen komen om en nog eens duizenden mensen raken gewond. Voor die mensen brandt vandaag dit kaarsje. Er worden bloemen gelegd. Bij de herdenking zijn ook mensen die de ramp destijds hebben meegemaakt. De meeste als kind. En toch kunnen zij die verwoesting nog goed herinneren. Ja, alleen maar steen, puin. Dus het was gewoon echt... De kerk die daar stond, die was ook gebombardeerd. Er zat geen dak meer op, er zat geen toren meer op. Alles was gewoon weg. Zoiets verschrikkelijks mag wat hem betreft dus nooit worden vergeten. Moet worden doorgegeven aan volgende generaties.